welkom bij House of Vol. Mijn naam is Elisa of Elisabeth en dit is mijn kleine plekje op het internet waar ik mijn handwerk met jullie deel. Ik brei, ik spin, ik doe kleding naaien af en toe en dit alles deel ik hier, maar het is voornamelijk breien. Het is vandaag podcast nummer 44, een nieuw jaar, 2023 is begonnen, de eerste podcast van hopelijk velen. Ik heb er weer zin in na een maandje pauze te hebben genomen hier op YouTube. En ik ben er weer. Het feestgedruis is voorbij. We hebben weer een normale maand voor de boeg. Een stormachtige normale maand. Het is nu heel stormachtig. Ik hoop dus dat je de wind niet hoort steeds. Het is echt... Het is typisch pittig herfstweer hier in het noorden van Nederland. Misschien hoor je het. Sorry daarvoor. In ieder geval, welkom. Als je terugkerende kijker bent natuurlijk, welkom. En welkom als je nieuw bent. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik hoop dat je dan ook meegaat in dit avontuur voor 2023. En misschien kan je abonneren of kom er gezellig bij. Ja, ik moet weer een beetje wennen aan een podcast opnemen. Ik kom toevallig beneden zitten, want... De kinderen zijn niet thuis. Mijn man is niet thuis. Ik heb het huis voor mij alleen. Deze plek zal ik in 2023 heel weinig plaatsnemen. Mijn zoon is nu bijna 3. En die slaapt niet meer elke dag. Of bijna niet meer eigenlijk. Dus ik zal verhuizen naar boven als mijn kinderen beneden zijn. Dus ik kon nu nog even hier zitten. Daar geniet ik oprecht van, de rust. Dat gaat veranderen. Kinderen worden groot. Kinderen slapen niet meer overdag. Maar ja, ik heb vandaag wat breiwerken. Ik heb iets. Ja, ik heb wat zakjes gemaakt. Wat projectbags genaaid. Ik heb iets nieuws. Dat staat daar. Ik wil iets hebben over mijn planning voor 2023. Nu heb ik dat in mijn vorige podcast volgens mij ook al besproken. Een beetje. Ik had er ook een blog over aangeweid. Maar. Een maand rust. Laat toch wat nieuwe inzichten binnenkomen. En daar wilde ik het jullie toch even een heel klein beetje over hebben. Klein beetje. Dus neem wat lekkers qua te drinken erbij. Een breiwerkje, een haakwerkje. Verzin wat. Ik denk dat het een lange podcast gaat worden. We hebben elkaar inmiddels ook al helemaal niet meer gezien. Wel op Instagram een beetje, maar... Minder dan normaal. Laten we maar gewoon beginnen. Ik moet echt helemaal weer een beetje wennen. Ik heb weer mijn speakbriefje hier op tafel liggen. Anders onthoud ik natuurlijk helemaal niks. Dat is inmiddels wel bekend. Namen en alles. Het is niet mijn ding. Maar ik wil jullie natuurlijk beginnen met de gekste projectbag die ik heb. Een simpele tas. Daar zit mijn... Festive Yoke pullover van Skyndeer Knits. Alfa waar ik over op praat, ik zet het hieronder in het informatievakje. En de namen zoals je net zag, zet ik hier neer. Omdat ik niet alles zo goed uit kan spreken. Of gewoon eigenlijk niet goed kan uitspreken meestal. Het is niet mijn sterkste kant. Op 27 november begon ik aan mijn... laat ik nou meteen allemaal steken vallen. Ja, goed begin. Goed begin. Maar dat maakt niet uit. Op 27 december begon ik met de Festive Yoke. En ik dacht heerlijk met de kerst aan te breien. En heerlijk dat kleurwerk. En ik heb er met kerst geen steek aan gezet. Ik heb heel snel, ik weet ook niet meer waar ik vorige keer was, dat ik dit liet zien. Ik had het natuurlijk even terug kunnen kijken, maar daar had ik geen zin in. En daar zit ik uit te zoeken hoe ik het nou moet houden, ik weet het niet. Maakt ook niet uit. In ieder geval, ik had volgens mij de vorige keer bijna het kleurwerk af. Nog niet, denk ik. En inmiddels ben ik gesplitst voor de mouwen. Is het kleurwerk helemaal af en ben ik begonnen...
aan het einde was rondjes breien. En toen ik hiermee ben begonnen, is hij eigenlijk een beetje in een hoek beland. Dat is wel iets kenmerkends voor mij, heb ik de laatste tijd geleerd qua truien. Als het simpel rechttoe recht aan breien wordt, wordt het saai en brei ik er toch minder aan. En beland het meestal in een hoek. Kleurwerk is verslavend, dat is gewoon een feit. Ik brei dit met Rauma Fino, de kleuren Fino 1 en 4120. Ja, het is wel geweldig. Het is wel prachtig. Volgens mij moet hij zo. Ja, het is een prachtige trui. Hij hoeft nou natuurlijk niet meer zo snel af, want ja, het is geen kerst en het is wel winter. Het is ook een beetje een wintertrui, vind ik. Als ik hem af heb, vind ik dat ik hem straks de hele winter door kan dragen. Omdat ik bewust geen kerstbomen heb geplaatst in het kleurwerk. Ik heb rendieren, bloemen, een beetje winterstafereeltje. Vond ik genoeg. Dus dan kan ik hem langer aan dan alleen op eerste en tweede kerstdag. Maar ik moet er wel weer even de vibe voor krijgen. De zin in krijgen. Ja. Het wordt ook maar gebreid in de ronde om naald 3,75. En ik heb wel een beetje het gevoel dat het een beetje los is. Ik weet het niet. Hij is wel mooi. Ik heb hem dus al sinds een paar weken niet meer in mijn handen gehad. Dus het is ook voor het eerst dat ik hem weer uit de tas haal. Dat helpt toch altijd een beetje met verliefd worden op je breiwerk weer. Hij is wel leuk. Hij is mooi. Maar hiervoor ben ik hiervoor. Ik moet echt weer inkomen in dit hele gebabbel tegen de telefoon. Maar zover ben ik nu. En wie weet krijg ik weer ergens aankomende winterse. Mocht het winters weer langskomen zin in om verder daaraan te breien, dan weet je waar ik was. Ik zal ook even een marker plaatsen aan het einde, zodat ik de volgende keer dan ook heel mooi het proces kan laten zien. Dat ga ik dit jaar bij al mijn breiwerken doen, want af en toe, het schiet af en toe gewoon niet op. Vooral bij grote breiwerken, het voelt af en toe een beetje eindeloos en dat is niet erg, dat mag. Maar door van die steekmarkeerders of procesmarkers te plaatsen, dan zie je toch dat je best wel veel gedaan hebt. Kan werken, kan motiverend werken. Ik ga het uittesten of dat zo is. Het zou leuk zijn als het werkt. Dan zit het volgende in dit tasje. Nee, deze wacht ik even. Ik wacht even met deze. Oh, wat onhandig. Nee, dit hoort bij een heel ander verhaal wat ik aan het eind ga vertellen. Ik laat die even staan. Kom zo verder. Dan deze. Ik weet niet of jullie deze projectbag al hebben gezien. Ik denk het niet. Nee, volgens mij heb ik dit. Ja, ik ben de laatste tijd dus projectbags gaan maken. En ik heb dus nu genoeg. Ik heb ook geen behoefte om meerdere projectbags te maken. Maar dit is mijn lievelings. Voor iemand die vooral van natuurlijke kleuren houdt, met uitzondering van een kersttrui. Ja, is dit wel natuurlijk wel heel meisjes-girly-achtig. Oudroze. Dit is gewoon een katoen linnen geweest. Een mix van katoen en linnen stof. En dit was een tafelloper bij Dille en Camille. Heb ik toen gekocht en ik heb die dus gebruikt als bovenkant. En ik vind dus juist die stevigheid vind ik heel fijn. Dus wie weet ooit. Maar in deze projectbag zit MOD2. Nu denk je MOD. My own design. Ik heb nu op mijn refgroeipagina ga ik wel mijn ontwerpen neerzetten. Niet met foto's en zo. Maar vanwege mijn garenvoorraad doe ik dat. En dan heb ik gewoon MOD. / en dan 1, 2, 3, 4, 5 ga ik doen. En MOD staat dus voor mijn own design.
Zo weten jullie dat nu. En dat... zo kan ik mijn garenvoorraad goed zien. Goed bijhouden. Want daar heb ik ook een klein doel mee. Maar niet meer zo standvastig als ik was. Vertel ik straks ook meer over. Maar in deze zit dus één eigen ontwerp. Die jullie volgens mij nog niet hebben gezien. Weet ik niet zeker. Oh, wat is dit vervelend. Dat ik helemaal geen... Ik weet het niet meer. Maar lang geleden kreeg ik garen van een bedrijf. Dat heb ik al eerder gezegd. Van Edna kregen wij toen een... Met heel veel andere handwerksters in Nederland kregen wij een doos met heel veel garen erin. En dat kreeg ik dus ook. En daarin zat dit garen. Een prachtige alpaca / gewone superwash wool mix. 80% wool superwash en 20% alpaca. Het is gemaakt in Italië, maar je komt uit Zweden. En er zit no fabric softener in. Oh, grappig, dat heb ik nog geen één keer gelezen. Ik zou niet weten wat dat inhoudt eigenlijk. Hij is heerlijk zacht. Nu was ik al een tijd geleden... Nu heb ik die niet beneden. Begonnen met een spelta show. Voor de mensen die mij al langer volgen. Ik heb toen een spelta haarband gemaakt. Die verderop op tafel ligt. Dat is een bepaald kabelpatroon. Die ik nu in een sjaal aan het ontwikkelen ben. Tot een sjaal aan het ontwikkelen ben. Dat doe ik dan met hele rustieke wol. Ik vind het oprecht heel mooi. Maar je ziet de kabel minder. Dus de details vallen een beetje weg. En nu had ik van hun ook deze. De wol van de grote sjaal. Die is ook, heb ik ook gekregen. Die is ook gesponsord door Edna. Volgens mij zeg ik het goed. En deze ook. En het idee is nu dat ik een kleine versie en een grote versie maak. Dus een grote versie een beetje zo groot als deze. Dit is de Hammobi Shawl van Fibertales. Dat heb ik al 100 keer gezegd. Prachtig, heerlijk, warm. Met Jacob. Nee, ik weet niet meer welke wol het is. Dat kan je vinden in mijn projectpagina, mocht je nieuwsgierig zijn. Heerlijk warm. Mooie maat. Het is een driehoek sjaal. Dat wordt mijn ontwerp niet. Mijn ontwerp wordt iets meer langwerpiger. De kleine versie ben ik dus nu aan het breien. Ja. En je kan dus bij deze heel mooi zien het kabelpatroon. En ik vind dat dus echt... Ja, ik vind het wel leuk. Dit is ook de breedte wat hij uiteindelijk gaat worden. Ik ga nu nog een heel stuk eraan breien en dan weer minderen. En dan wordt dit de kleine versie. En de grote versie wordt natuurlijk groter. En ja, dat is wel een doel voor 2023 om dit patroon een keer de lucht in te krijgen. Het is heel leuk breien, vind ik zelf. Het is mijn eigen ontwerp, de. Ik vind het heel leuk breien. Ik vind deze garen ook echt wel heel fijn, heel zacht. En ik vind ribbels... Ja, dat voelt ook gewoon heel fijn. Dus, volgens mij hebben jullie deze nog niet gezien. Ja, het is een heerlijk werkje. Als je eenmaal de kabel uit je hoofd kent, je kan aan één stuk door. Ik ben dus nu gewoon heel simpelweg toegericht aan het... ik doe geen meerderingen meer. Dus ja... Mijn eigen ontwerp in mijn favoriete projectbag. Heel blij mee. Blij dat ik eigenlijk eens projectbags ben gaan maken. Mijn man snapte niet waarom ik overal 100 tasjes van heb inmiddels. Nou ja, 100. 1, 2, 3. Ik heb er 6 volgens mij. Nou, een mooi aantal voor de toekomst qua WIPS. Dus dat is deze. Dan heb ik nog een nieuwe project bag gemaakt. Deze. Het is kerst. Het is kerst. Ik bedoel, er staan deze staat erop. Er staan treintjes op. Er staan winterse. Waar zit die aan deze kant? Ik kan hem niet vinden. Oh, daar. Dat staat er ook allemaal op. Ja, het is een beetje een kersterig projectbag. Maar ik heb besloten dat dit een prachtig projectbag is voor de kinderprojecten.
Dus deze heb ik omgedoopt tot het projectbed voor de kinder. Projecten. Dit is dus mod 1. Het klinkt wel leuk. Mod 1. Eigen ontwerp. Deze hebben jullie ook nog niet gezien. Dit is wel heel... Dit is heel tekenend voor mij. Hoe dit is gegaan, het is echt gewoon... Dat ben ik. Ik zat op de bank. In één keer kreeg ik een idee. En ik moest het opzetten. Terwijl ik nog een hoop projecten heb. Je kan nog af en toe vuurwerk horen hier. Ik weet niet of je het hoorde, maar er ging vuurwerk af. Beetje laat nog. Maar ik had een idee. En ik had de juiste woorden voor. Ik dacht, ik ga het maken. En het werkt voor mij zo. Zoals vorige keer ook met mijn Nero's sweater. Wat ik heb gemaakt. Die ik nog steeds ga proberen om te zetten naar meerdere maten. Nog steeds niet gelukt. Ik ben er wel aan het vertalen naar Engels. Maar het is allemaal... Ja, december was druk genoeg. Wie weet. Maar ik had het idee. Ik heb het opgezet. Ik ben begonnen. En toen zag mijn dochter de kleur. En die was verliefd. En die wilde heel graag die trui. En nu was de hals wat aan de wijde kant. Te wijd eigenlijk voor mijn zoon. Zijn maat. Mijn zoon heeft dan maat 2, 3 jaar. En toen dacht ik, nou, ik reken hem wel even om naar 5, 6 jaar. Is dat goed? Heb ik dat zo gedaan? Ik weet het niet meer. Maar dit is hem. Ik zal... Het is... De wol is drops extra fijn. Merino kleur 41 olijf. En mijn dochter was dus verliefd op deze kleur. Ik was verliefd op de structuur. Nou, hier zie je nogmaals een keer het kabelpatroon. Ik stop het momenteel overal in. In truien, in sokken, in overal. Ik vind dat gewoon heel mooi. Gerstenkorrel. Kabeltjes. Ik ben er heel blij mee. Het is dus wel een heel bewerkelijk patroon. Want ja, hij is rondom gerstenkorrel. Nu lijkt hij heel klein. Maar als hij straks geblokt is. Die hals, alles. Het gaat nog groeien. Dat staat bekend met merinowol natuurlijk. Ik was nog wel een beetje aan het twijfelen met de zijkant. Je ziet hier heb je een kabel meer erin. Die ben ik nu ook aan de zijkant aan het doen. Die laat ik doorlopen. En daartussenin heb ik nu uiteindelijk besloten ook gerstkorrel te doen. Ik wilde eerst een ribbelrandje doen. Dus dat je gerstkorrel, ribbelrandje, gerstkorrel krijgt. Maar ik vind uiteindelijk hier ook een gerstkorreltje heel mooier. Aan de zijkant van het lichaam. Dus ja. En ik heb zelfs... short roos erbij gedaan deze keer. Zodat de hals aan de achterkant iets hoger wordt. En ik ben er blij mee. Het is een heel bewerkelijk patroon. Het duurt lang met breien. Want ja, je moet elke keer één breien. Één averechts, één knit. Één averechts, één. Ja, de structuur. Het is heerlijk. En ik dacht, hierna kan mijn dochter hem ook aan. Eerst dacht ik doe de helft. En dan maak ik de rest gewoon simpel. Het is gewoon zo'n fijne stof aan het worden dat ik gewoon lekker doorga. Rustig aan. Ik heb geen haast. Als hij volgend jaar december een keertje... Of volgend jaar winter een keertje online is, ben ik heel blij. Dus ik breng hier rustig aan verder. Als ik uiteindelijk een oproep heb voor testers. Meerdere maten. Want ik ga het van maat 1 jaar tot denk ik 10 jaar doen deze keer in het Engels. Spannend. Dan doe ik een oproepje op mijn Instagram-account. En dan kun je daar via een linkje je waarschijnlijk ergens aanmelden. Ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen. Ik ben er blij mee hoe die wordt. Hij wordt zo mooi. Ik moet hem nu alleen nog even bij mijn dochter passen vanwege de armsgaat of ze goed zijn. Je ziet wel heel veel bij kinderpatronen dat ze tegenwoordig die armsgaten heel breed doen. Maar ja, met jassen en zo vind ik dat niet praktisch. Dus ik wil eigenlijk meer een aangesloten mouw creëren. We gaan het zien. We gaan het zien. Dus daar ben ik ook lekker mee bezig geweest afgelopen maand. Hadden jullie ook nog helemaal niet gezien. In mijn nieuwe projectbag. Wat zijn we goed bezig. Nou ja,
Ik heb alleen maar nog meer wips. Ik weet niet of dat goed bezig is eigenlijk, maar ik heb plezier en daar gaat het om. Dan. Ja, dan komen we toch bij deze uit. Terwijl je ondertussen vuurwerk op de achtergrond hoort. Wat regen met oud en nieuw wel niet doet, hè. Ik moet wel bekennen, hier ook. Het is het hele maand vanaf... Jemine. Vanaf november denk ik al dat mijn vuurwerk aan het afsteken is geweest. En behoorlijk veel. En dan denk ik, politie, waar ben je? Het is ook heel leuk elke avond met mijn kinderen. Nooit. Maar goed. We gaan het weer hebben over breien. En over een... Ik ga deze koppelen. Ik heb best wel veel... Ik heb sowieso veel sokpatroontjes in de ontwerpfase zitten. Die allemaal stil liggen. maar ik heb sowieso best wel veel sokken nu inmiddels. Dat er eentje bijna af is en de ander ligt nog. Of dat die ene af is en de ander ligt nog. Dus ik heb heel erg het second sock syndroom. Bekend fenomeen. Maar ik heb ook mijn favoriete sok. Wat ik met volgens mij regia heb gebreid. Weet ik niet meer zeker. Die is op. De onderkant bij de bal van mijn voet. Daar komt hij gewoon doorheen. Daar is ongeveer geen wol meer over. Dat is zoveel afgedragen. Het was een heerlijke sok. Ik heb natuurlijk ook nog mijn Spelta sokken die ik zelf heb ontworpen toen. Die heb ik ook nog. Alleen... Ja, ik heb de laag been gedaan. En het is prachtig voor een zomersok. Maar voor nu is dat gewoon niet fijn. En ik merk toch dat ik liever hoge sokken heb. Dus ik heb eigenlijk geen zelfgebreide sokken meer. Want mijn vorige daarvoor, die zijn ook al op. Die hadden al gaten in de tenen en overal nog wat. Maar ik heb wel heel veel sokprojecten liggen. Dus ik had mezelf bedacht... een doel te stellen. En ik heb toen ook een Instagram post erover gemaakt. En opgeroepen wie doet er mee. Ik heb ook de hashtag geïntroduceerd. 5 paar sokken 2023. Dat is mijn doel. Ik wil 5 paar sokken. En dat is makkelijk haalbaar. Ik heb zoveel bijna af sokken. En makkelijk haalbaar. En toch zette ik in december een nieuwe sok op. Ik kocht, ja, daar vertel ik je ook straks meer over mijn wolstop. Ik kocht deze, omdat ik dus dezelfde structuur wilde als mijn favoriete sokken, kocht ik deze. En het leek mij wel leuk als je zo'n streepjes sok hebt, of een patroontje sok, dat lijkt me heel motiverend. En het werkt ook motiverend, want in nog geen 2 weken tijd was ik hier al. En misschien valt... Ik heb wel. Dit kon nog een stuk langer door. Je moest eigenlijk tot het zwart op was. En dan beginnen met het... Ik heb op een gegeven moment maar de draad gebroken. Ik haat dit breien. En het ging maar door en het ging maar door. En ja, hoe lang wil je ze hebben? Ik vond dit echt lang zat. Lang been... Ik ben heel blij mee. En toen kwam ik bij de hiel. En nu brei ik zelf altijd de hielflap, gossip gebeuren. Met dat flapje. Maar ik brei ook heel graag op van die kleine rondrijnaaltjes. Werkt niet heel goed samen. Dus ik had altijd dat mijn steken die niet helemaal oppassen. Dat ik dan een andere naald erbij moet pakken. Enzovoort. Daar heb ik eigenlijk geen zin in. En nu zag ik bij anderen dat ze de... Moet ik even spieken. De Shadow Wrap Short Row Heel delen. Heb ik de Lip Kiss Heel. Iets in die trant heb ik geprobeerd. Ik vond die dus niet fijn. Te ingewikkeld. Gewoon niet fijn. Deze is veel makkelijker. Ik heb 1 keer even kort het filmpje gekeken. Ik wist wat ik moest doen. Ik heb toen hoe de turn is, zeg maar, gekeken. Een klein begin. En ik wist hoe ik het moest doen. Zo verschrikkelijk makkelijk. Ik snap niet dat ik altijd heel moeilijk de hielflap heb gedaan.
Nu hoop ik dat hij ook bij me hier blijft zitten. Dat is natuurlijk nog even de vraag. Ik brei dit paar sokken. Ga ik testen of hij of ze goed bij me hier blijft zitten. Of het lekker zit. Ik hoop echt heel erg dat het lekker zit. Want het neemt zoveel... Het neemt best wel een stap weg. Ik vind de hiel breien namelijk, de hiel flap en alles, ik vind het echt niet prettig. Daarop liggen de meeste sokken liggen bij de hiel stil. Ik vind het niet fijn. Echt niet. En deze vond ik dus heel fijn. Je kan hem ook zo even wegleggen. Je weet meteen waar je bent geweest. Dus tot nu toe ben ik heel enthousiast. Nu hopen dat met dragen dat ik net zo enthousiast ben. Want dan kunnen er wel eens heel veel sokken worden gebreid dit jaar. Ja, ik ben blij. Ik ben ook blij. Het werkt ook heerlijk. Het is een heerlijk meeneemwerkje. Ik heb dit dus ook... Dit hele stuk heb ik toen gebruikt bij mijn schoonouders op de bank. In de auto heb ik gebruikt. Overal. Ik neem hem overal mee naartoe. En het doel is dus 5 paar sokken af in 2023. Wat makkelijk haalbaar moet zijn. Ik moet alleen de second sock syndrome verslaan. Dat is iets wat ik moet gaan doen. Nu kun je zeggen, waarom brei je dan niet 2 paar sokken? Ja. Ik brei graag op deze. Ik vind dat toch het fijnst. Als ik goed afwissel met andere breiwerken, dan krijg ik ook een beetje last van mijn handen af en toe. Maar het breidt gewoon wel het meest ontspannen. Je hoeft niet je dingen met Magic Blue moet je natuurlijk steeds je naald doorhalen en weer verder. Weer je naald. Hier kan je gewoon doorgaan rond en rond en rond. Ik heb wel altijd een steekmarkeer erin zit, zodat ik weet van, hey, ik heb een rondje afgemaakt. Dat helpt wel voor de motivatie voor mij. Maar ja, ik ben gewoon heel blij. Ik heb dus nog een bol gekocht. Andere kleur van deze. Een wit. Hoofdkleur wit en dan de rest. Dus die ga ik natuurlijk ook nog maken. En ik heb nog 3 andere kleuren gekocht. Van een ander merk, maar wel dezelfde het gevoel. Ik heb natuurlijk een prachtige wolvoorraad van het wolbeest. Echt het mooiste wol ooit. Maar ja, ik wil even gewoon simpel. En ik merk wel dat dit is zo'n bolletje kost. Wat is het? 7, 8 euro. Je hebt een paar sokken. En bij het wolbeest is het duurder. Het is al wat geverfd. Ik ben daar meer zuinig op. En met deze heb ik zoiets van, ach, ik ren gewoon even naar buiten op mijn sokken. Dan maakt het me niet uit. Met de prachtige wol van het wolbeest heb ik daar toch iets voorzichtiger mee. Ik vind het zulke mooie wol. Vind ik het zonde. En met dit maakt het niet uit. Maakt het niet uit. Het is wel grappig dat je dus... Je hebt dus een gele band trouwens erbij zitten. Die moet ik straks eraf halen van binnenuit. Doorknippen en dan kan ik exact dezelfde sok nog een keer breien. Het perfecte paar. Dus ik ben benieuwd. Ik vind het heel leuk. En ik vind het ook heel leuk. Er zijn best veel dames en misschien heren die al hebben aangegeven dat ze mee gaan doen. Proberen met minimaal 5 sokken in 2023 te breien. Of af te maken of hoe dan ook. Ja, dat motiveert ook heerlijk elkaar. Dus mocht je nou willen meedoen. De hashtag deze. 5 paar sokken 2023. Doe gezellig mee. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat iedereen gaat breien qua sokken dit jaar. Misschien komen we wel hele mooie patronen tegen. Ik heb zelf nu nog 3 ontwerpen op de pennen staan. Als ik die nou ook eens een keer afkrijg, kan ik die ook met jullie delen. Of niet? Ik moet nog even de balans daarin vinden. Dus, dat waren mijn breiprojecten. En mijn breidoel. Dus voor 2023. De sokkendoel. Het sokkenproject. Dan heb ik wel wat dingen gekocht in 2022, eind 2022, in december. Ik heb wat wol gekocht dus, wat sokkenwol. En ik heb nog wat wol gekocht. Ja. Het blijft ergens bezwaarlijk, maar... Oké. Okay. Ik denk dat ik het best eerst over de nanospinnen kan gaan hebben. Die. En dan over mijn doel en voor 2023 verder. En wat informatie over mijn wolstop en zo. Als eerst.
Nou weet ik alleen niet meer bij welke winkel. Maar ja, als je het online tikt, je hebt maar één Nederlandse winkel die het verkoopt. De nanospinnen. Ik weet niet of ik er eerder over gesproken heb hier op YouTube of op Instagram. Op Instagram is het bekend inmiddels dat ik deze al had. Ik weet niet of ik er nou nog over gesproken had. Maar ik heb een jaar geleden, denk ik nu inmiddels, zoiets. Een Louette S10 gekocht. Ik ben heel erg aan het nadenken, valt het op? Die heb ik toen gekocht, die heb ik overgenomen, tweedehands. Daar heb ik toen een nieuwe ring opgezet en ik heb toen wat spoelen gekocht en ik ben eraan gaan spinnen. Maar toen had ik heel veel pijn aan mijn knie. Ik was gevallen. Ik had altijd al een beetje een zeurende knie hoor. Ik was gevallen. En het ging niet. Het spinnen ging gewoon niet. Het deed pijn, het kon niet, het lukte niet. En ik zat dus elke keer... De wind gaat echt tekeer. Ik zat dus wel elke keer te twijfelen of een ierspinnen. Nou, heb ik een huishouden hier... Sorry. Ja, heb ik een huishouden hier waar ik probeer zo min mogelijk plastic in huis te halen. Kunststof, gewoon zoveel mogelijk hout, natuurlijk. Milieuvriendelijk te leven. Ik kan nooit 100% zonder natuurlijk. Maar om dan een plastic spinnenwiel te kopen was voor mij wel een heel grote stap. Maar ik wilde toch echt elektrisch proberen. Want spinnen, ik vind dat heel leuk om te doen. Heel ontspannend. Heel, heel, heel leuk. Maar het ging niet. Ik ging eerst naar de fysio. Om te laten kijken naar mijn knie. Die kwam niet met zo'n leuk nieuws. Ja. Nou, het gaat ook nu gewoon echt niet goed met mijn knie nog. Ik hoop dat het snel weer een stuk beter gaat. Maar anders ben ik nog wel even bezig in 2023. Maar het spinnen met een... met trappers. Ik zie mezelf dat niet meer... niet zo snel meer doen. Dus ik bestelde voor de feestdagen, een week voor de feestdagen volgens mij, ongeveer, een nanospinnen. En ik denk, ach, het duurt een tijd dat ik hem krijg, want het is december, het is druk. De dag later, ik had hem in de avond besteld, de dag later was hij al verzonden, de dag daarna had ik hem binnen. Ik moest werken, dat was voor mij wel heel van, mijn man was thuis, die had hem in ontvangst genomen en ik wilde natuurlijk meteen kijken. En ik pakte hem uit en dacht, jeetje, wat een kleintje. Zo klein. Een klein plastic apparaatje. Ik kreeg van de winkel waar ik het dus heb besteld. Sorry, ik weet de naam echt niet. Even googlen, je hebt hem zo gevonden. Kreeg ik wol. Ik ga het even neerzetten hoor. Kreeg ik wol mee. Dat heb ik meteen. Eerst heb ik deze allemaal opgesponnen. Prachtige kleur trouwens ook. Volgens mij is het gewoon merino wol. Het stond er niet bij wat het was. Heb ik toen meteen eigenlijk in nog geen dag, tijd, twee dagen, 25 gram opgesponnen. Je ziet, het zijn kleine spoeltjes. Het is de mini. Het is de nano 2. Daarna heb ik deze opgesponnen. En ik heb nu... nu wacht ik nog op een bestelling. Je hebt van die... houders, dat je dus zo je spoeltje op kan zetten en dat je dus kan pleien. Die heb ik dus niet. Die zit namelijk vast aan de spinwiel, de trap, de luet. Die zit daarbij. Nou, heb ik natuurlijk nu niet meer nodig. Heb ik niet los. Dus die heb ik besteld. Natuurlijk net voor kerst. Dus ik wacht daar rustig nog even op wanneer ik die binnenkom. Ik heb ze niet officieel gekocht bij de Nano. Ik heb ze bij een shop besteld die ze print. Blijkbaar heb je dan een patroon. Kan je met zo'n printer het ook printen. Dus daar wacht ik even op. En dan kan ik deze plaaien. En ik moet zeggen, ik hou van zo fijn mogelijk spinnen. Ik heb er ook zo'n kaartje bij gekregen. Dat ik kan zien hoe dik mijn draad wordt. En met deze spinwiel. Je kan dus heel mooi fijn spinnen. Het is heel constant. Ja,
heel blij. En spinnen werd voor mij gewoon nog... nog meer ontspannender eigenlijk. Je zet hem aan. Je kan dus een batterij er nog voor kopen. Dat je hem daarop zet, kan je echt overal waar je maar wil spinnen. Ik heb dan een heel snoer voor het stopcontact op dit moment. Het werkt gewoon heel fijn. Het is wel echt een spinnenwieltje voor fijne spinnen. Als je natuurlijk grof spinnen, zit die spoeltjes zo vol. Het nadeel is wel dat je 100 gram strenge spinnen zit er niet in, denk ik. Maar het spint dus heel fijn. Ik ga hier de aankomende tijd heerlijk mee bezig. Ik hoop dat ik wat garen. Ik heb een hele grote wolvoorraad qua lontwol. Dus ik kan heel veel spinnen. En wie weet. Wie weet. En misschien, ja, uiteraard in de toekomst hoop ik nog een keer een iets grotere houten elektrische spinnenwiel te kunnen kopen. Maar ja, het is allemaal vrij prijzig. En dit is echt een mooi instapmodelletje om te kijken, vind je het fijn elektrisch spinnen of heb je liever trappers? Ik heb dus liever geen trappers. Dit is veel constanter. Het gaat voor mij gewoon heel fijn. Ik vind het een aanrader. Misschien jammer dat hij is ook heel stil trouwens. Hij is stiller dan mijn trapspinnenwiel. Ik heb wel besloten ook om mijn spinnenwiel binnenkort eens op de foto te zetten en online te gaan verkopen op Marktplaats. Het ergens wel jammer. Maar ja, ik zie het mezelf niet 1, 2, 3 meer doen. Het kost een hoop ruimte, zo'n spinnenwiel. Mijn man was heel blij toen ik zei, hey, ik ga mijn gewone spinnenwiel verkopen. Die zag heel graag dat hele ding gaan. En ik hoop dat ik iemand anders er blij mee kan maken. Dus ik hoop dat ik in 2023 heel veel kan gaan spinnen. En kan gaan genieten van dit kleine spinnenwieltje. Het is wel nog het idee om een batterij. Je kan een batterij eronder. Om er ook eentje bij te kopen. Zodat ik er echt overal kan gaan zitten. Iets met verwend zijn, makkelijk verplaatsbaar spinnenwieltje. Nee. Het enige nadeel vind ik wel dat dit dus heel dicht bij... het spinnenwieltje zelf zit. Dus ik moet steeds naar voren, helemaal zo. En dan klik en dan kan ik weer rustig. En dat vind ik wel een nadeel. Maar ja, daar valt mee te leven, toch? Goed. Mijn spinnenwiel. Dus ik hoop dat ik bij de volgende podcast een paar strenge, gesponnen haar heb. Wat ik jullie kan laten zien. En dat dus één deze dagen mijn makkelijke... op de pleien binnenkomt. Sowieso wel handig, want dat normaal gesproken heb je dus zo'n heel blok. Hoe ga ik dit uitleggen? Normaal gesproken heb je een heel blok en dan zit er dan pinnen en dan is dat het. Dus dan heb je gewoon weer zo'n groot ding wat in de weg staat. Maar dit is net als met die. Het is klein, je kan het helemaal uit elkaar halen, je kan het netjes opbergen. Het neemt geen ruimte in. En aangezien dat spinnen een kleine hobby naast het breien is, is het natuurlijk wel fijn dat het niet zoveel ruimte in beslag neemt. Ik woon niet klein, maar ik heb geen hele hobbykamer waar ik al mijn spullen kwijt kan laten. Dus, de spinnenwiel, ik ben er blij mee. Het was een goede gok. Dan, 2023. In december kocht ik dus in 2021 nog een bol. Een beetje tegen mijn gevoel in. Ik had namelijk meerdere keren in 2022 geroepen... ik ga geen wol meer kopen. Ik wil een wolstop. Ik wil mijn wolvoorraad minderen. Maar ja, zoals alles met regels voor mij. Ik ben benieuwd of er straks aan wordt gebeld met pakketjes. Want zo klinkt het. Elke keer roep ik. Ik ga dit doen. En dan ga ik iets anders doen. Of dit is de regel en dan ga ik weer het anders doen. Heb ik het hele jaar 2022 gedaan. Voor de vaste kijkers, jullie weten het. Het is vermoeiend. Ik ben een weegschaal qua ding en ik wissel de hele tijd. Maar toen zag ik. Ik weet dus nu even niet. Ik ben goed voorbereid, maar niet zo goed voorbereid. Ik zag deze trui. Geen idee hoe die heet, dat staat er niet bij. Ik zag deze trui op... Instagram. Ik werd verliefd.
ik werd gewoon verliefd. Ik wilde ook zo'n trui. Zo'n lekkere warme trui. Want ik draag dus eigenlijk geen jassen buiten. Ik heb een poncho, een wollen poncho. Die draag ik eigenlijk. En jassen eigenlijk niet. En ik zag die trui. En ik vond hem zo mooi. En ik liet hem aan mijn man zien. En het was eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, het was de eerste trui dat mijn man zei, wat een mooie trui. Dat zegt mijn man nooit. Mijn man heeft niks met handwerken. Die heeft niks met al dat geneuzel. Die is ook niet een man die het gaat faken dat hij het wel leuk vindt. Of dat hij interesse toont. Hij toont gewoon geen interesse. Hij vindt het wel mooi wat ik kan maken, maar het boeit hem niet. Nou, prima. Dat heb ik met zijn spelletjes en zo. We verplichten elkaar niet om interesse te faken. Maar met deze trui vond hij dus mooi. En toen wilde ik, en toen kreeg ik, omdat ik dus in die box had gehad van Edna, kreeg ik nog een kortingscode voor de samenwerking in 2022. Kreeg ik nog een kortingcode van dankjewel enzovoort enzovoort. En toen dacht ik, ja, maar het is nu eigenlijk best wel zonde als ik die niet ga gebruiken. Nou heb ik die uiteindelijk niet voor deze wol gebruikt. Wel voor andere wol. goede wolstop. Ik ben aan het zoeken of ik alle kleuren heb inmiddels. Ik heb ik heb wol gekocht. Deze kleuren. Waarvan zwart. Oh ja. Laat ik vertellen welke wol het is. Alafos Lopi van Lopi. Van Inex. Istek. Istek is het volgens mij. Ik zeg het altijd verkeerd. Ja, Istek. Deze heb ik gekocht. En het breekt. Dus daar moet ik even aan wennen. Maar ik heb zwart gekocht voor de hoofdkleur. Wat natuurlijk heel iets anders is dan het voorbeeld. En dit zijn de bijkleuren. Een bruin, een grijs. Nou had ik een andere bruin in gedachten, maar die kon je nergens kopen. Die was uitverkocht, vond ik jammer. Maar uiteindelijk is dit dan ook een hele mooie kleurcombi geworden. Ik heb hem al 10 keer willen opzetten. 1, ik had geen naald 6,5. En naald 6. Ja, wel in mijn houten breinaalden, maar ik merk inmiddels dat ik toch liever brei met mijn Chaigu breinaalden. Dus die moest ik nog bestellen. December is een dure maand voor mij geweest. Dus inmiddels heb ik alles in huis. Maar ik ben nog altijd niet begonnen. Komt ook omdat ik gewoon een beetje veel whips heb. En nog niet de drang zo dusdanig voel om iets nieuws te beginnen. Daar wil ik toch altijd rustig voor zitten. Maar ik heb dus, ik heb er wel zin in. Maar ik heb nog niet het juiste moment gevonden daarvoor. Ik heb ook nog, wel met de kortingscode, 3 kleuren Plutolopi gekocht. En dan 3 van die platen. Ik heb ze niet beneden, die liggen boven. Dus dat heb ik nog wel gekocht. En dat was het. Dat waren mijn aankopen. Maar valt wel mee in een maand, toch? November had ik niks gekocht. Maar ja, mijn doel. Mijn wolstop, hoe zit het daar nu mee? Nou, als eerst, ik ga hier nu een plaatje in plakken. Zometeen. Ik heb bijna heel mijn wolvoorraad staat op Revelry. Daarom heb ik nu ook al mijn ontwerpen, zet ik op Revelry, zodat ik heel goed een overzicht heb hoeveel garen ik heb, wat ik voor wat kan gebruiken, en hoeveel meters ik heb per bol. Perfect overzicht, werkt heel goed. Kan je downloaden. Heb ik gedownload. Heb ik alle huidige prijzen van die wol heb ik erachter gezet. En heb ik ontdekt hoeveel waard het is bij een wol. Ik ga het niet vertellen. Het is veel. Ik ga het niet vertellen. Maar in totaal heb ik, hier zie je het nu staan, 373 bollen wol.
En heel veel meten. Heel veel meten garen. Heel veel meten. Aangezien 2023 voor mij. Hashtag. Go with the woolly flow wordt. Dus ik zie helemaal wel waar we heen gaan in 2023. Waar ik zin heb om aan te breien, ga ik breien. Waar ik zin heb om te kopen, ga ik kopen. Met een lichtelijke stemmetje in mijn hoofd natuurlijk. Maar ik heb wel één doel. Eind 2023 wel minder meters en minder bollen wol te bezitten dan nu. Dan op dit moment. Het is dus wel de bedoeling dat er wat uitgaat. Het is niet de bedoeling dat mijn voorraad alleen maar groeit. Ik mag dus wel ook kopen. Ik denk als ik het op deze manier doe, namelijk dat het het meest haalbare is, het meest relaxte is en ook met doelen welke projecten ik ga bereiken. 2023 wordt echt go with the woolly flow. Dat is mijn hashtag voor 2023. Ik zie het allemaal wel. Ik zie waar ik zin in heb. Ja, natuurlijk. Ik zou heel graag minder WIPs willen hebben. Minder projecten op de pennen. Heel graag. Natuurlijk, ik wil een minder grote voorraad. Zodat ik heel mooi het overzicht heb. Maar ik realiseer me ook heel bewust. Als ik nu mijn voorraad zie en op die lijst zie. Mochten wij het heel moeilijk in huis krijgen met financieel. Ik kan nog een jaar heerlijk breien. Mijn hobby kan doorgaan. Ik kan mijn kinderen warme truien breien. Ja. Mijn man eventueel ook, mezelf. We hebben wel gewoon warme kleren mogelijkheden. Hè? Ik moet het dan alleen nog breien, maar het kan. Dus en het heet een bol voorraad, een stash. Maar je kan het ook zien als een voorraad. Ja, het klinkt ergens een beetje negatief. Mijn kleine wolwinkeltje. Vind ik veel leuker klinken, mijn kleine wolwinkeltje. Ja, dat dus. Ik heb dus heel veel. Ik kan heel veel genieten. Ik kan veel mooie projecten gaan breien dit jaar. En ik hoop dat ik regelmatig een mooie podcast mag gaan opnemen. Wat nieuwe ontwerpen mag gaan delen. En delen met jullie. En met jullie samen testen en ontwikkelen. En dat we dat samen gaan doen. Dat vind ik ook een super fijn idee dat 2023 maar een heel creatief ontspannen jaar mag worden. Want er is genoeg ellende in de wereld, nog altijd helaas. En dan is handwerken, welke handwerkssoort dan ook, of het spinnen is, of het kleding naaien is of iets, dat maakt niet uit. Het is wel een hele prachtige escape eventjes van de realiteit. Ik heb heel veel mooie projecten op de planning voor het kleding naaien. Als ik dingen af heb gemaakt, zal ik het jullie uiteraard delen. Ik zal ook iets meer vaker gaan delen over op Instagram. Ik ga verder op dezelfde voet verder met fotootjes inplannen, projecten delen, alles. Daar ga ik heerlijk mee verder. Ja, ik heb er zin in. Ik heb er echt zin in. Ik heb zin in een mooi creatief jaar. Dus dit was mijn allereerste podcast van 2023. Ik hoop dat je het leuk vond. Mocht je nou nog niet geabonneerd zijn, kom er gezellig bij. Laat mij weten, wat zijn jouw doelen voor 2023? Of doe je mee met Go with the Woolly Flow? Je ziet het allemaal wel. Ga je meedoen met de 5 paar sokken dit jaar? Of vertel, waar ben je mee bezig? Ik ben heel benieuwd. Kom er gezellig bij. En ik hoop op een heel creatief jaar voor jullie allemaal. En ook voor mij. Nou, tot de volgende podcast. En heel veel handwerkplezier. Doeg!